Hallo Sunny, welkom in dit quiz. En we gaan het vandaag hebben over hoe verloopt voeding in de mannelijke en vrouwelijke energie. Niet dat het zozeer mogelijk is om alles in één video of post of blog te gaan gooien, maar ik hoop je toch wel een aantal in te brengen op de manier waarop dat in de mannelijke en vrouwelijke energie afgebeurt. Hoe dat je eenheid in jezelf en hoe wanneer je merkt dat er een disbalans is in jouw mannelijke of in je vrouwelijke energie. En ook een stuk de koppeling naar wat ik nu zie gebeuren in het collectief met betrekking tot de mannelijke en de vrouwelijke energie. Nu, je weet het of je weet het niet, maar we hebben allemaal vrouwelijke en mannelijke energie in onszelf. Nu, door de hogere energieën die naar de aarde stromen, worden onze innerlijke disbalans en schaduwen duidelijker. Enkel alleen maar met als doel om ze te helen, zodanig dat je nog zuiverder je licht kan stralen. Wat dat eigenlijk betekent dat je de energie uitstraalt die je werkelijk in essentie bent. Zodanig dat je ook gaat gaan gedragen en dat gaat gaan leven vanuit die universele geheelde vrouwelijke en mannelijke energie. Nu, zolang we de wonden en beide energieën niet geheeld hebben, zal dat zich uiten via de relaties die we aangaan in ons leven. Dus door die te helen en door het één worden in jezelf, verander je niet alleen jezelf naar een kristallen mens met een hoger bewustzijn, maar de manier waarop je relaties gaat gaan vormgeven, gaat gaan ervaren, gaat ook veranderen. En gaat eigenlijk ook ontstaan vanuit dat hogere bewustzijn dat je op dat moment belichaamd hebt. En dan zal je merken dat eigenlijk de zogenaamde heilige relaties, waar dat twee hele zielen samenkomen en een derde energie vormgeven, namelijk de relatie, die heilige relatie. Doorheen het bewustwordingsproces ervaren we verschillende wonden en verschillende trauma's die mogen geheeld worden. En als vrouw houden we heel veel, niet heel veel, maar vooral veel diepe wonden in en emotionele trauma's vast aan onze baarmoeder. Wat blokkades brengt in het tweede chakra, in het sacraal chakra, die verbonden is met onze creativiteit, met onze kanten. En deze wonden zijn niet alleen ontstaan in dit leven, meer nog, dit zijn wonden die we eigenlijk overgenomen hebben, geërfd vanuit onze voorouderlijke lijnen. Door net die lijnen te zuiveren, zuiveren we niet alleen onszelf, maar eigenlijk een volledige zielenfamilie in alle tijd en ruimte. Hoe magisch is dat? Fantastisch. Dus om aan jezelf aan de slag te gaan, kan je die verbinding met je diepste zelf herstellen. Je tweede chakra zal zich veel meer openen, waardoor je eenvoudiger contact kan maken met je creatie. Want je centrum situeert zich namelijk voor de vrouwen in een vrouwelijk geslachtsdeel. Bij de mannen is dat ook verbonden met de penis. Maar om het nu te hebben over vrouwen, dan vrouwen zich hiervan hebben afgesloten. Nu, wanneer je chakras gaat gaan uitlenen, gaat gaan afstammen uit elkaar, gaat gaan openzetten, eigenlijk gaan uitbalanceren, dan voel je weer dat verlangen. En niet zozeer een verlangen naar seks, maar wel een verlangen naar verbinding, een eenheid. Nu, die verbinding vind je natuurlijk onder andere via seks. En dat kan seks met jezelf zijn of met anderen, dat maakt niet uit. Maar tijdens healing is eigenlijk zelfs beter om in het begin vooral seks te hebben met jezelf. Vooral als je wil gaan verbinden met je diepere zelf. Zodanig dat je de liefde die je voelt, dat je die in eerste instantie aan jezelf kan geven. Want dat brengt je dan nog weer meer in jouw kracht en is een krachtig middel voor manifestatie, voor healing, voor het aantrekken van een diepe zielsconnectie. Dus het maakt op zich niet uit of je in een relatie bent of niet. Om de wonden van je vrouwelijke energie te helen, is zelfliefde een eerste stap. En dat is zowel bij mannen als bij vrouwen hetzelfde. Want alle problemen en discussies die ontstaan in relaties, komen namelijk voort vanuit je eigen schaduw. En het is de spiegel van die relatie die ervoor zorgt dat jou getoond wordt waar dat je nog niet in balans bent. Door net naar binnen te keren en aan jezelf te werken, ga je begrijpen dat het niet de relatie is of niet de liefde is die jou kwetst of die gebroken is, maar het zijn wel alle stukken van de partners die in de relatie zijn, dus zowel jouw stukken als de stukken van je partner, die zorgen voor die ballast. Liefde zelf kwetst nooit. Liefde heelt die diepste wonden. Maar dat is natuurlijk pijnlijk, want dan moeten we die wonden aankijken. Dan moeten we die wonden eigenlijk weer een beetje openscheuren. En de korsten die erop gegroeid zijn, ervan afdoen, zodat we het echt volledig kunnen laten uitzweven. Dat al de etter eruit is. En daarom mag je beseffen dat het jouw wonden zijn
die opnieuw naar boven komen, net om geheeld te worden, net zodat ze op een zuivere manier kunnen gaan heelen en genezen. Dat zijn wonden die we hebben door onbewust ons leven ontstaan zijn, door te leven voor onze waarden en normen, maar die niet van jou waren, die niet van jou zijn, waardoor je vast te komen te zitten. Dus kom los van het idee over hoe je denkt dat relaties moeten gaan, want dat gaat je helpen om je te openen voor een diepere zielsverbinding. En wanneer dat beide partners zich aan zichzelf gaan werken, is de weg natuurlijk geopend voor die bewuste, diepere zielsverbinding of voor de heilige relatie. Maar dit vraagt natuurlijk de nodige healing van de vrouwelijke en mannelijke energie in jezelf, maar ook bij je partner. Dus het is niet enkel zo dat mannen bijvoorbeeld hoeven te werken aan bindingsangst, terwijl dat vrouwen moeten werken aan verlatingsangst. Dit zijn wonden die ontstaan zijn in de desbetreffende energieën en staan dus eigenlijk volledig los van je geslacht. Dus je kan perfect als man last hebben van verlatingsangst, omdat dat een wonde is in je vrouwelijke energie, of omgekeerd als vrouw last hebben van bindingsangst, omdat dat een wonde is in je mannelijke energie. Nu, in een connectie waarin dat de man, dus van geslachtman, dat voornamelijk de mannelijke energie belichaamt, dan is het wel zo dat je vaker gaat zien dat die bindingsangst terugkomt. Maar ook weer hier, dat hoeft niet zo te zijn. En mijn tweelingvlamconnectie is hier wel een voorbeeld van. Waar ik aan de slag mocht gaan met verlatingsangst, dus typisch een wonde voor de vrouwelijke energie, mocht mijn tweelingvlam aan de slag gaan met de bindingsangst, die wonde in de mannelijke energie. Maar daarom betekent dat niet dat hij bijvoorbeeld geen verlatingsangst voelde, of dat ik bijvoorbeeld geen elementen rond die verbindingsangst voelde. Ook beiden wordt dat constant getriggerd en constant gespiegeld in elkaar, zodat het volledig geheeld wordt. Ik vertel je hier ook meer over een testlam en dat verschijnt op 26 maart dit jaar. Dus mocht je interesse hebben, zorg dat je ingeschreven bent op de nieuwsbrief. Ik zal een linkje vermelden onderaan de podcast en de video, zodat je heel eenvoudig jou kan inschrijven. Ik ga je niet spammen, zeker niet. Ik stuur hooguit één keer per maand een nieuwsbrief en dat is dan nog veel. Maar zo blijf je op de hoogte van nieuwe cursussen die komen, de nieuwe content die blijft ontstaan, nieuwe video's en dergelijke. Nu, terug naar mannelijke en vrouwelijke energie. Als tweeling vlam merk ik dus hoe die universele vrouwelijke en mannelijke energieën doorheen verschillende aan het breken is. Waarom? Omdat ik er ook zelf doorheen ga, samen met mijn tweeling vlam. En we merken ook hoe dat de heling stapsgewijs verloopt en hoe dat we eveneens ook een stuk gestuurd worden door de collectieve thema's. Dus je hebt niet alleen die individuele thema's, maar er zijn ook de collectieve thema's. Dus wat merken we nu? Dat de mannelijke energie zich aan het verbinden met de vrouwelijke energie. Waar dat ze heel lang de vrouwelijke energie genegeerd hebben, merk ik nu hoe dat er ook door dat patroon gebroken is. En dat is ook een thema dat je gaat wellicht herkennen bij veel mannen, waarbij dat ze eigenlijk een manier gaan zoeken van hoe dat ze zich vrij kunnen voelen en toch tegelijkertijd in een diepe verbinding kunnen zijn met een andere ziel. Zonder zich onmiddellijk bemoederd te voelen. Zonder dat de vrouwelijke energie er volledig gaat gaan opzitten en gaat gaan najagen. Dus de mannelijke energie wil zich vrij voelen. Maar beseft nu ook dat ze eigenlijk die liefde en die koestering van de vrouwelijke energie nodig hebben. En wanneer dit op een geheelde manier gegeven wordt door de vrouwelijke energie, dan is er eigenlijk bij de mannelijke energie geen trigger meer in het zich gevangen voelen. Want dat is waar de beide wonden natuurlijk over gingen. Net doordat de vrouwelijke energie geleerd heeft dat ze zich volledig is in zichzelf, kan de mannelijke energie als één in zichzelf toenadering zoeken tot die vrouwelijke energie. En hierdoor is het samen zijn of het samenkomen met de mannelijke energie en het vormen van een eenheid een meerwaarde. Waar dat vroeger een noodzak was, ontstaan vanuit een tekort of een leegte. Dus een leegte in zowel de mannelijke als de vrouwelijke energie mag eerst gevuld worden, vooraleer dat ze op een uitgebalanceerde manier en dus eigenlijk die vorm geven. Ook omgekeerd, of is hij nog aan het leren, dat hangt af van persoon tot persoon, dat de leegte niet onder de zielen niet kan gevuld worden, betekenisloos seks, kan gevuld worden door hard te gaan werken, of door drugs, of door alcohol, of wat dan ook. De mannelijke energie moet leren dat die leegte eerst zelf gevuld, vooraleer één te kunnen worden met die vrouwelijke energie. En dat doen mannen, als ik het zo mag zeggen, door de vrouwelijke kant, een intuïtieve kant te gaan herkennen en te helen. En hierdoor zou je ook merken dat mannen collectief gezien veel gemakkelijker hun emoties gaan uiten. Want het wordt niet alleen maar ook meer aanvaard in de wereld dat mannen emoties uiten, waar dat ze vroeger nog hard gemaakt werden om naar de oorlog te kunnen trekken
en meedogenloos te kunnen moorden, is dat eigenlijk allemaal aan het uitzuiveren. Dus ook daar wordt en geleerd en getoond dat mannen ook die vrouwelijke energie in zich dragen. En dus eigenlijk ook vanuit hun intuïtie en vanuit de verbinding met hun ziel in het leven kunnen gaan staan, keuzes kunnen gaan maken en van daaruit dan ook actie kunnen ondernemen. En omgekeerd natuurlijk ook, als vrouwelijke energie heb je die mannelijke energie in jou. En als je die leert in balans met elkaar te gaan gebruiken, ga je merken dat veel meer zaken gewoon moeiteloos gaan ontstaan. Maar ook hier geef jezelf de tijd. Laat zowel jezelf als je partner healen op elk zijn eigen tempo. En de ene gaat misschien nog wat verder staan dan de andere, maar geef elkaar de ruimte, geef elkaar de tijd om tempo op zijn proces te gaan verlopen. Want dan verloopt alles volgens het hogere plan en worden er geen stappen overgeslagen. Wanneer beide partners geleerd hebben om van zichzelf te houden, brengen ze meer eenheid in zichzelf. En dan kunnen ze vanuit die eenheid in zichzelf in individualiteit samenkomen. Dat betekent dat je een eenheid vormt, maar je verliest je eigen individualiteit niet. Je weet nog perfect wie dat je bent. En dus het samenkomen gebeurt dan niet meer vanuit de behoefte aan tekort. Want alles wat je nodig hebt, is al in jou aanwezig. Of dat het nu gaat over rust, innerlijke rust, over liefde, over goedkeuring, over bevestiging. Het maakt niet uit. Alles wat je naar op zoek was, komt in eerste instantie nooit van de anderen, maar wel van jezelf. Het enige wat de ander doet, is eigenlijk weer spiegelen naar jou, wat dat er reeds in jou aanwezig is. En daarom is de belangrijkste relatie die je ooit kunt ervaren, die met jezelf. Je kan immers in eerste instantie zelf niet ontlopen. En in tweede instantie, hoe meer je balans creëert in jezelf, hoe meer je gaat weerspiegeld zien in je realiteit, via je buitenwereld. En dus eigenlijk via anderen. Dus je kan dus maar beter diep van jezelf gaan houden, op de meest zuiverste manier die er is. En dan zal je dat weerspiegeld zien via de liefde van een andere ziel. En zoals altijd, wil je ontdekken welke wonden dat jij nog mag healen, of wat de reden is dat je voortdurend dezelfde soort partners aantrekt? Wel, laat mij jouw spiegel zijn, zodat je snel en moeiteloos doorheen deze transformatie kan gaan, zodanig dat je je energie kan uplevelen, omhoog kan tillen, zodanig dat je uiteindelijk de diepste zielsconnectie kan aantrekken die eigenlijk jouw zuiverheid en jouw essentie weerspiegelt. Zo, voor deze video en voor deze podcast, ik hoop dat het weer jou wat inzichten heeft gebracht over waar dat je staat in jouw proces. En zoals altijd, een oneindige liefde voor jou. Heb je hulp, ondersteuning nodig, contacteer me via de website en dan kijken we op welke manier ik jou van dienst kan zijn. Tot in de volgende! Daag!